Beleggen is interessant voor de lange termijn, maar ook zeker voor de korte termijn is het heel erg interessant om te gaan beleggen. Als je daar de tijd, de kennis voor hebt en eventueel ook een beetje meer risico wilt nemen. En voor iedere strategie zijn andere beleggers weer interessant. En dat is de reden dat we vandaag in deze video gaan kijken naar het beleggen via eToro. Wat is eToro? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En waarom heb ik nou juist een account geopend bij eToro? Alle informatie die je nodig hebt en antwoorden op die vragen vind je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. In deze video bekijken we eToro en ik kan dan ook verschillende onderwerpen over deze broker gaan behandelen. Ten eerste is dat waarom kies ik voor eToro, vervolgd door het, eigenlijk, de veiligheid van zo'n uh, broker zoals deze, de kosten die natuurlijk verbonden zijn met het beleggen bij, uh, bij eToro, het geld storten en het geld opnemen, het kopen van aandelen en ETF's, oftewel eigenlijk hoe werkt eToro, het openen van een account en tenslotte ook een samenvatting van deze video. En ben je nou geïnteresseerd in een van deze onderwerpen? Ik zal tijdcodes onder deze video plaatsen in de vastgezette. Uh Reactie onder deze video. Kun je makkelijk doorklikken naar het onderdeel waar jij geïnteresseerd in bent. En ben je nou ook benieuwd naar mijn mening? Blijf dan vooral deze video kijken. Of wil je liever zelf op onderzoek uitgaan? Klik dan op de link onder deze video. Dan ga je rechtstreeks naar eToro. En mocht je dan een account openen, dan help je daarbij het kanaal zonder dat het jou iets extra's kost. Dus dat zou ik erg waarderen. Maar laten we dan beginnen met de vraag waarom eToro? Want als je me al langer volgt dan weet je eigenlijk twee dingen. Ik heb vooral het meeste van mijn geld belegd via de Giro. Inmiddels meer dan 135.000 euro geloof ik. En ten tweede dat ik eigenlijk helemaal niets met CFD's heb. Dus waarom ga ik dan voor een broker als eToro? Dat komt juist vanwege de storingen bij de Giro. Ik heb al vaker berichtjes van jullie gehad via bijvoorbeeld Instagram van... Heb je nu ook last van een storing bij de Giro? Een heel lange tijd kon ik zeggen van nee, ik heb niks gemerkt. Tot een maandje geleden ongeveer. Uh, op een moment dat eigenlijk de markt wat onderuit ging. Uh, ik denk iedereen dus geïnteresseerd was om te gaan kijken van wat heeft mijn portefeuille gedaan. Of kan ik gaan profiteren van deze dip. Op dat moment kon ik gelukkig nog wel inloggen. Um, alleen het duurde heel erg lang voordat ik mijn orders kon plaatsen. Ik had een ideal storting gedaan en normaal was dat zo geregeld. Toen heb ik uiteindelijk meer dan een uur moeten wachten voordat ik een order kon inleggen met dat geld wat ik net gestort had. En juist op het moment dat ik eigenlijk wilde profiteren van een dip in de markt. Dus ja, tijd was wel gewoon belangrijk. En op dat moment kon ik juist niet mijn order in gaan leggen. Dus dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om te gaan kijken van welke andere brokers zijn er, die in ieder geval een betrouwbaar platform hebben. Niet dat ik wil weggaan bij de Giro, want ik denk juist voor als jouw focus ligt op de lange termijn en je wilt vooral Gebruik maken van ETF's die bijvoorbeeld in de kernselectie zitten, dat die Giro nog steeds gewoon heel erg interessant is. Maar juist als je wat meer richting de korte termijn wilt gaan en ook snel wilt profiteren van eventueel een dipje of dat soort dingen in de markt, dan was ik dus op zoek naar een andere broker. En toen kwam ik dus onder andere uit bij eToro, ook dat werd regelmatig via de comments aan mij gevraagd of voorgesteld. Ik heb het platform bekeken, ik kon het al wel. Vroeger waren ze heel erg gericht op CFD's, waar ik dus eigenlijk helemaal niets mee heb. Maar inmiddels zie ik ook dat ze volop inzetten op aandelen en ETF's. Dus dat past precies bij wat ik wil gaan doen, welke manier van beleggen ik wil gaan toepassen. En ze hebben natuurlijk wel al, het is een groot bedrijf, het is al meer dan 13 jaar actief en er zijn gewoon heel erg veel gebruikers, ik geloof zelfs miljoenen gebruikers die ze hebben. Dus het platform is ook gewoon gemaakt op heel veel gebruikers op één moment. En dat is dus vooral waar ik naar op zoek was, dat er een platform was wat juist als het heel erg ertoe doet, de tijd belangrijk is, dat het dan ook werkt. Dus laten we hopen dat in ieder geval dat bij Itoro het geval is. Het leek dus heel erg interessant, maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere onderwerpen. En dingetjes die we eigenlijk af moeten vinken. voordat we kunnen bepalen of het in ieder geval ook echt een broker is. waarmee ik wil gaan werken. En een van de belangrijkste dingen die we dan gaan bekijken. is veiligheid. Want op dit onderdeel wil je eigenlijk gaan inschatten. hoe betrouwbaar een broker is. Je hebt natuurlijk geld dat je wilt gaan inzetten, geld waar je hard voor hebt gewerkt. En dat ga je aan een andere partij toevertrouwen. Dus het is heel erg belangrijk dat je deze partij ook dat die betrouwbaar is, dat je hem kunt vertrouwen. Dus het is heel erg interessant om te gaan kijken naar wat zijn de wetten en regels waar ze zich aan moeten houden. En welk toezicht is er van toepassing op deze broker. Kijken bij de AFM, dan zien we dat ze niet onder direct toezicht staan van de AFM, oftewel de Nederlandse Autoriteit voor Financiële Markten. En dit geldt eigenlijk voor allebei de handelsbedrijven van eToro. Maar het is wel zo dat ze onder Europese toezichthouders staan. Ten eerste door Cysec in Cyprus, dat is waar ze gevestigd zijn, en ook door de FCA in Engeland. Dat is eigenlijk een andere onderdeel van eToro, wat juist daar gevestigd is. Dus je ziet dat beide in ieder geval uh, door Europese toezichthouders onder toezicht staan. En dat is dus ook de reden, aangezien ze niet in Nederland gevestigd zijn, dat ze niet onder direct toezicht staan vanuit de AFM. En een tweede belangrijke punt is de veiligheid van je geld. Uh, wat we hier in Nederland kennen als bewaarbedrijf, dat het geld van de klanten apart staat van het geld van het bedrijf zelf. Dat mocht het bedrijf failliet gaan, dat dan alle activa, dus aandelen, geld wat je hebt belegd bij dat bedrijf, dat dat veilig is, dat je dat terug kunt krijgen. En dat is hier het geval. Ook hier zijn de, de activa, de gelden eigenlijk van klanten, gescheiden van het bedrijf. En omdat het onder toezicht staat van een toezichthouder, is het ook zo dat je tot eigenlijk 20.000 dollar bent verzekerd. Vanwege het toezicht van deze uh, toezichthouder. Ook dat is iets wat we eigenlijk in Nederland kennen. Met aan de ene kant het uh, beleggerscompensatiestelsel. Dat wil dus zeggen, als je aandelen hebt. Of het depositogarantiestelsel. Wanneer je dus een bankrekening hebt. In Nederland is dat ook. Aan de ene kant 20.000 euro en voor bankrekeningen 100.000 euro. Dat is eigenlijk volgens mij Europees geregeld. En daarom is het dus ook het geval dat je in ieder geval hier, wat betreft aandelen, investeringen die je hebt gedaan, je altijd onder uh, die 20.000 euro verzekerd bedrag zit. Dus mocht het misgaan, dan heb je in ieder geval altijd de eerste 20.000 euro is verzekerd. Dus voor zover ik het kan inschatten, is het goed geregeld wat betreft de veiligheid en het toezicht. Maar laten we dan gaan kijken naar het volgende onderdeel, ook een heel erg belangrijk onderdeel. En dat zijn de kosten. Want het doel van beleggen is waarschijnlijk dat je geld wilt verdienen. Dus het is ook heel erg belangrijk om de kosten in de hand te houden. Dus juist daar de kosten wilt beperken. Juist om je rendement zo groot mogelijk te maken. En wanneer je gaat beleggen zijn er verschillende kosten die van toepassing kunnen zijn. Dus laten we ook vooral gaan kijken wat deze kosten bij eToro zijn. Ten eerste voor het onderdeel waar ik me dus op wil gaan focussen. Aandelen en ETF's. Ze adverteren overal groot dat er geen kosten zijn voor aandelen en ETF's. In dit voorbeeld gaan ze dan vier aandelen kopen. Je ziet wat de kosten zijn. Die zijn er gewoon niet, op alle onderdelen niet. En dat komt ook onder andere omdat ze wel op andere plekken kosten rekenen. Deze overige kosten zijn bijvoorbeeld de kosten die al voor werk zitten in de koers, oftewel de spread. Dat is niet het geval bij ETF's en aandelen, maar wel het geval bij uh, CFD's. Bijvoorbeeld 0,09% bij CFD-aandelen. Wanneer je bijvoorbeeld dus een hefboom gaat toepassen. Ook heb je te maken met valutakosten. Je stort bij ITORO geld in euro's. Maar dit wordt altijd omgezet naar dollars. Dollars is de koers, de valuta waarmee zij werken op hun platform. En je hebt een half procent aan kosten. Dus in het geval van um, de minimale storting van 200 euro. Heb je 1 euro valuta kosten bij die storting. Je hebt ook te maken met opnamekosten. Wanneer je geld op wilt gaan nemen, oftewel een terugstorting wilt gaan doen naar je bankrekening. Het minimumbedrag is dan 30 dollar. En er zijn altijd kosten aan verbonden van 5 dollar. Dus ook dat is weer een kostenpost die je hebt. Uiteindelijk ook inactiviteit. Dus mocht je je account nou langer dan 12 maanden niet gaan gebruiken. Dan rekenen ze zij 10 dollar per maand dat je niet actief bent. Het is ook aan de andere kant weer heel erg makkelijk om wel actief te zijn. Want gewoon geloof ik om één keer in te loggen, is alweer genoeg. Dus dat je actief bent. En dat je dus voor 12 maanden weer niet te maken hebt met die kosten. En wat ze ook nog hebben, is overnight fees. Het is vooral van toepassing bij CFD's of bijvoorbeeld bij Forex, wanneer je in valuta gaat handelen. Maar deze kosten worden dan juist wel weer zichtbaar wanneer je een aankoop inplant. En deze zijn dus niet van toepassing voor bijvoorbeeld aandelen wanneer je geen gebruik maakt van een hefboom. Kijken we naar het volgende onderdeel en dat is geld storten en opnemen. Er nou, zijn heel veel manieren om geld te storten. Uh, bijvoorbeeld Ideal, hetgeen wat ik altijd gebruik. Maar denk ook bijvoorbeeld aan creditcard, een Paypal overboeking, een bankoverschrijving en nog veel meer andere alternatieven. En hetzelfde geldt eigenlijk wanneer je geld gaat opnemen. Ook dat kan heel erg eenvoudig. Wanneer je op opnemen klikt, heb je eigenlijk meteen een overzicht van je opneembare saldo en alle bijbehorende kosten die dan van toepassing zijn. Laten we vervolgens dan gaan kijken naar het kopen van aandelen, oftewel hoe werkt eToro. En dit is mijn portefeuille op dit moment. En je ziet dan dat ik ook enkele uh, fractionele aandelen heb. Ik heb eigenlijk geen één heel aandeel. Ik heb twee aandelen en ook uh, crypto, Bitcoin in dit geval. Maar hoe ontdek je deze producten? Nou, dat kan als eerste via de zoekbalk hier bovenaan. Stel, we gaan in dit geval Microsoft zoeken. Dan typen we gewoon in dit geval Micro en dan zien we hem al tevoorschijn komen. Klikken we daarop. En dan krijg je eigenlijk informatie over het aandeel. hier zie je vaak het laatste nieuws. je kunt wat zien over het bedrijf. Um, ja, heel veel informatie kom je hier tegen, maar vooral statistiek is wel interessant. je zie je vaak de koersen, de omzet. Um, een beetje wat je moet weten over dit bedrijf. Dus wat is de resultaatrekening, de balans? Alles heb je eigenlijk direct bij de hand. En ook een profiel van waarom zou je eventueel Microsoft willen opnemen. Wat zijn dus hun pluspunten? Ooit ook wat zijn hun uh, minpunten misschien wel. We hebben ook een grafiek, dat je altijd even snel kunt kijken wat het aandeel heeft gedaan. En ik heb hier toevallig een, um, al een tekening in gemaakt. Die zit er standaard niet in. Maar wanneer je gaat vergroten, dan krijg je dus hier alle opties die je eventueel zou willen. Je kunt dus een channel zoals ik heb gedaan. Maar je kunt misschien ook een horizontale lijn tekenen. Of misschien een verticale lijn. Zodat je een beetje het koersverloop in de gaten kunt houden. Um, gaan we weer even terug. Maken we deze weer even kleiner. Je kunt ook naar onderzoek. Ook een interessant tabblad. Hier zie je bijvoorbeeld wat analisten op dit moment van het aandeel denken. We zien dat het aandeel zo 214 dollar is. En dat analisten een gemiddeld prijsdoel, een koersdoel hebben van 200. 48 dollar. Dat is dus over 12 maanden, op basis van 22 analisten. Eigenlijk allemaal zeggen ze in dit geval kopen. Het is ook zo dat ik trouwens Microsoft op mijn volglijst heb staan. Dat het zeker een aandeel is wat ik wil gaan bekijken. En je kunt hier eigenlijk alles terugvinden: van wat vinden ze? Welk bedrag vinden ze. En je kunt ook het artikel lezen, zodat je weet waarom ze dat zo vinden. Andere manier om een aandeel te ontdekken, is links in het menu via handelsmarkten. Klikken we daarop. Dan zien we eigenlijk heel veel bedrijven voorbij komen. Uh, dit zijn mijn favorieten um, die heb ik trouwens niet zelf ingesteld maar ze zijn zo uh, gebaseerd door eToro we kunnen ook naar beneden technologie ETF's munten en zo kun je eigenlijk alles vinden en kom je weer ook op zo'n pagina uit over dit over deze grondstof misschien wel je kunt er ook voor kiezen om beleggers te gaan kopiëren ook wel een uniek iets aan eToro um, hier zijn beleggers die eigenlijk hun handelingen met jou willen delen en jij als je hun dus vertrouwt, je ziet van, oh, ze hebben een goede tactiek, dan wil ik die graag volgen. Hier kun je altijd meer vinden. Uh, wat ik vooral interessant vind is copy portfolios. Want hier kun je eigenlijk um, ja, bepaalde sectoren misschien wel bekijken. Laten we als voorbeeld hier bijvoorbeeld driverless, oftewel self-driving cars bekijken. Als we dat gaan openen, dan zien we eigenlijk ook heel veel informatie over... Um, ja, welke bedrijven zijn er bezig met in dit geval self-driving cars en wat zijn de rendementen de laatste tijd per maand in dit geval? We kunnen dus hier heel veel informatie vinden. Hoe gaat het met het aantal investeerders? Dus het is steeds populairder het worden. Ja, dat hebben we al gezien met de EV bubbel En welke aandelen zitten daarin? Dat zien we trouwens ook terugkomen onder het tabblad portfolio. Uh, bijna alles zit in aandelen. Maar als we gaan naar het risico gaan kijken, dan zien we dat NIO in dit geval de grootste positie is. En stel dat we denken van oh ja, NIO, dat heb ik al vaker gehoord. Daar heb ik interesse in. Ik heb onderzoek gedaan. Ik wil erin investeren. Nou, dan klikken we daarop. Uh, dit is dan nog steeds van de portfolio. Klikken we er nog een keer op. Komen echt bij het bedrijf. Hier kunnen we dus alles nog een keer bekijken. Wat we denken van NIO. We zien dat we de laatste tijd weer te maken hebben met een dipje. Misschien denk jij wel van. Dit is de juiste koers. Dan kun je hier rechtsboven klikken op handelen. Dan komt er een scherm. En hier kun, kun je eigenlijk aangeven. Uh, wat je wilt gaan kopen. Ja, op dit moment, wanneer ik deze video opneem. is de markt dicht. Dus het zal open gaan. Uh, het zal verwerkt worden. wanneer de markt open gaat. En dan zien we hieronder. wat heel erg belangrijk is. Um, op dit moment, u koopt deze onderliggende Activa. zonder commissie. Dat heeft ermee te maken dat je standaard. in dit geval 50 dollar. belegt in dit aandeel. Je kunt ook trouwens kiezen, dus om een aandeel te kopen of gewoon een bedrag in te leggen. Uh, in dit geval 50 dollar geeft je nu 1,16 aandeel, oftewel 16% van mijn vermogen op dit moment. En de hefboom staat op 1. En wanneer je dus de hefboom op 1 hebt, dan koop je ook echt het echte aandeel. En dat is dan zonder kosten. Maar stel we veranderen dit naar hefboom 2, dan zie je ook dat het in één keer CFD-handel wordt. Ze geven aan: een hogere hefboom betekent een hoger risico. En we zien hier onderaan ook komen dat de de, toeslag. de dagelijkse toeslag is 2 dollarcent en die voor in het weekend is 5 dollarcent. Het is dan ook belangrijk om te weten dat je dan niet langer meer het onderliggende aandeel ook echt hebt, maar je hebt dus eigenlijk te maken met een contract, een CFD. En daarom raad ik ook altijd aan om gewoon met een hefboom van één, oftewel eigenlijk geen hefboom te werken. Uh, dat is denk ik voor de meesten van jullie het meest interessante, het meest veilige en ook echt waar je naar op zoek bent als belegger zijnde. En als je wel meer informatie over CFD's wilt, ik heb daar wel een video over. Als je de website van Itoro bezoekt, zie je ook dat 73%, en vaak is dat vaak nog hoger, 80% van die mensen die in CFD's handelt, geld verliest. Dus daarom raad ik altijd aan om geen hefboom, oftewel X1, toe te passen. En laten we zeggen in dit geval, ik wil dan wanneer de markt opengaat... ...voor 50 dollar NIO kopen, met een hefboom van 1, oftewel eigenlijk geen hefboom. Dan zeg ik opdracht instellen. En dan is hij in dit geval ingesteld. En dan gaan we even kijken bij mijn portfolio. Daar zien we hem nog niet staan, maar we zien inmiddels wel een lopende order. Die kunnen we bekijken. En dan zien we dat hier NIO in ieder geval ingepland staat. Gaan we even terug naar mijn portfolio. Zoals ik eerder al zei... Ik heb eigenlijk tot nu toe alleen maar fractionele aandelen, oftewel nog ja, 0,02% van een aandeel Amazon, 0,41% van een aandeel Apple. En in dit geval betekent dat bij eToro dat je wel gewoon het eigendom hebt voor dit percentage in dit aandeel. Dit staat dus apart, het staat op jouw naam voor dit percentage. En het is dus geen CFD. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou hier het woordje CFD achter te komen staan. Dan heb je dus ook te maken met kosten, andere kosten dan bij aandelen. En um, het geldt ook zo dat wanneer je een fractioneel aandeel hebt en het bedrijf keert bijvoorbeeld dividend uit... ...dat je dan recht hebt op het dividend in verhouding van ja, dit percentage. Dus stel Apple zou een dollar uitkeren aan dividend, dan heb ik recht op 41 dollar cent. Het volgende onderdeel van de video is het openen van een account. Want inmiddels ben je dus al best wel ver in de video, we hebben eigenlijk alles wel behandeld... En misschien denk je wel van, ja, dit is misschien iets wat ik zoek, wat bij me past, of ik wil het juist gaan, zelf gaan onderzoeken. Um, dan moet je dus een account gaan openen. Dat is heel erg makkelijk. Ga bijvoorbeeld naar een passiefinkomen.nl/iToro of maak gebruik van de link onder deze video. Dat kost je niets extra's, maar je helpt daarmee wel het kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En als je die link gebruikt, dan kom je automatisch op de volgende pagina terecht. Daar zie je nog een keer een overzicht van... Ja, wat, waarom het interessant is om te gaan beleggen via eToro. En als je dan op de groene knop klikt, dan is het heel erg snel en makkelijk om een account aan te maken. Ze zullen je vervolgens vragen om wat gegevens in te vullen. Um, dat duurt je misschien vijf tot tien minuten. Ook ga je nog een keer een kennistest krijgen. Eigenlijk een vragenlijst, zodat zij kunnen inschatten... van welke kennis heb jij en welke producten passen bij jou. En vervolgens, wanneer je geld wilt gaan storten... komt er nog een ID-controle. Ze willen natuurlijk weten met wie ze te maken hebben. En dit broker-account moet, dit dit broker moet gewoon ook gekoppeld worden aan jou. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij alle andere brokers. Dus dat is niets waar je van op moet gaan kijken. Nou, Dan komt het moment dat je geld wilt gaan storten voor de eerste keer. Nou, de eerste keer is een minimum 200 euro. Um, ik heb zelf 250 euro gedaan, net iets daarboven. En dat zou ik ook aanraden. En um, dat minimum geld alleen voor de eerste keer. Met dat bedrag wordt je account dan ook geactiveerd. Wil je in de toekomst dan later nog geld gaan storten, dan is het minimum 50 dollar, omdat eToro dus met dollars werkt op hun platform. En omgerekend is dat 42 euro op dit moment. Dus dat zijn heel erg redelijke bedragen. Ik denk ook wel voor iedereen. Um, toegankelijk om in ieder geval te beginnen met beleggen via eToro. En tot slot dan even nog een korte samenvatting van deze video. Mijn insteek was dus dat ik op zoek was naar eigenlijk een nieuwe broker. Een broker om te gebruiken naast de Giro als toevoeging daarop. Het moest in ieder geval zijn dat ik makkelijk en snel geld kon gaan storten. En dat het een platform was wat eigenlijk was berekend op heel veel gebruikers. Zodat ik juist op die belangrijke momenten eventueel kon gaan profiteren van een dip in de markt. En eToro lijkt dus heel erg interessant voor beleggers zoals ik. Mensen die vooral in aandelen en een ETF zitten. Dat komt omdat gewoon de kosten eigenlijk best wel heel erg redelijk zijn. Ze zijn um, eigenlijk vooral kosten bij het storten van geld of bij het opnemen van geld. En eigenlijk niet zoveel bij het handelen, of helemaal niet bij handelen, zolang je in echte aandelen of ETF's zit. Dus het is heel erg interessant. Dus Zoals gezegd, voor mensen zoals ik. We hebben gezien dat het platform ja, overzichtelijk was. Makkelijk te gebruiken. Veel informatie konden we daar vinden. Over ook specifieke aandelen. We konden heel veel aandelen eigenlijk ontdekken. Juist, juist bij die copy portfolio's. Dus heel erg interessant als je een bepaalde sector wilt gaan bekijken. En al die informatie vind je ook terug in bijvoorbeeld de iOS app. Maar er is zeker ook een Android app. Zodat je eigenlijk altijd je beleggingen en informatie ook bij de hand hebt. En ik ben dus afgelopen week begonnen met beleggen via eToro. Tot zover, gewoon bevalt het heel erg goed. Het is heel erg makkelijk. Doet wat ik wil. Um, en als ik eventueel updates in de toekomst heb, ga ik die zeker ook nog via dit kanaal met jullie delen. Ben je nou ook geïnteresseerd geraakt? Wil je een account openen? Maak dan gebruik van de link onder deze video, zodat je ook dit kanaal weer steunt. En dan zijn we daarmee aan het einde van deze video. Wil ik weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Heb je nog feedback, opmerkingen, ervaringen? Laat dat weten in de reacties onder deze video. En wil je meer video's zien van? dit kanaal. Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.